Breda Nu. Je weet het meteen. We hebben vandaag belangrijk bezoek. We hebben namelijk de wethouder van Breda op bezoek. En nou is er één leerling die aan mij de Happy People komt doorgeven. Ik ga even die schilderij aan u geven. Dat is voor een cadeautje, voor u. Allen zijn broers, zeg maar. Die vlag hier, Syrië, Nederland. Dan Somalië, Syrië, Turkije, Polen, Palestina. En ik heb hier ook een Happy People. Een hele grote, en wij gaan met z'n drieën, gaan wij deze Happy People aan de wethouder geven. Dankjewel. Jij hebt het gemaakt, hè? Goedemorgen allemaal. Goedemorgen. Nou, meneer Ome, waar ik nou gelukkig van word, waar ik nou zo ontzettend gelukkig van word, is dat ik hier 's ochtends zo vroeg gewoon zo'n 300 leerlingen zie, heel enthousiast, met elkaar pratend, van de stoel afvallend daarachter, maar vooral samen in vrijheid, de meeste van jullie op de fiets, lekker naar school. En willen leren. Hoe vond u deze ochtend? Het was een geweldige ochtend hier bij de internationale schakelklasse. Meer dan 300 leerlingen hebben we ontbeten. Dat is sowieso heel gezellig. Maar het project waarvoor we komen is een hele bijzondere. Want ik sta hier in mijn hand met een Happy People. Een mannetje. Met een beschilderde betekenis. En dat hebben deze leerlingen hier allemaal gedaan. Ze hebben allemaal een Happy People gemaakt met een bepaalde betekenis. En ja, daar zijn we echt mee bezig. Dat ze naast het leren van Nederlands ook aandacht hebben voor wat hebben we nou meegemaakt in die afgelopen jaren. Veel jongens en meiden die met halve gezinnen of alleen zelfs gekomen zijn naar Nederland. Heel veel achter hebben moeten laten, maar ook heel veel hebben meegemaakt. En op deze manier kunnen ze daar ook een beetje over praten. En ja, daar word ik wel heel vrolijk en blij van. U wil nog wat vertellen over de bekendheid van ISK? Ja, het zijn ook allemaal afkortingen. ISK staat voor Internationale Schakelklas. En we hebben ook nog Eerste Opvang Anderstaligen in Breda. En eigenlijk wat het betekent is dat ieder gezin, iedereen die hier in Breda komt, op schoolgaande leeftijd, dus tot 18 jaar, binnen een paar dagen zit je op school. Of je nou een woord Nederlands spreekt of niet, je gaat naar school. Want ieder kind, waar je ook vandaan komt, heeft recht op onderwijs. Kunt u in het kort vertellen wat ISK betekent? Ja, ISK dat is een school voor nieuwe Nederlanders van 12 tot 18 jaar. En die 12 tot 18-jarigen die komen hier om Nederlands te leren in 2 jaar. En wat wij dan proberen te doen is die leerlingen te bekijken, Nederlands te leren. Te kijken waar ze het beste naar uit kunnen stromen. En dan proberen we ze plaatsen na 2 jaar op een reguliere Nederlandse school. Waardoor bent u eigenlijk met dit project in aanraking gekomen? Ja, via mijn nichtje Hilde, die werkt hier, die geeft les aan al die kinderen. Hij zei, god, zullen we ze met z'n allen eens een keer Happy People gaan schilderen van al die verschillende landen? Dan zie je hoe leuk het is om heel simpel met een schilderij van Happy People. Eerst in black and white en dan de vlag erin verwerken. En dan krijg je al die nationaliteiten. Waar die kinderen allemaal vandaan komen. En dat verbroedert meteen. En dan heb je een leuze, die wil ik dan nog 1 keer horen. Ja, dat is happy people make people happy. Don't forget.